dat jullie kijken. Nou, het is vandaag inmiddels woensdag. Ik heb vandaag gewerkt. Het was echt super druk op de zaak. En eigenlijk toen ik thuis kwam was ik super moe. Dus dacht ik ga gewoon zitten en ik doe gewoon helemaal niks meer. Maar ik weet niet of jullie dat kennen. Soms dan ben je in één keer ben je de troep en allerlei dingetjes zo zat. Dan moet het echt weg. Dus dat ben ik eigenlijk net nog gaan doen. Het is nu bijna 9 uur, dus ik ga nu pas eigenlijk relaxen en zitten. Maar ik moest nog een was doen en hier in huis vond ik dat er van alles moest worden opgeruimd. Dus dat ben ik allemaal gaan doen. En ik heb ook weer de tafels en zo weer wat leuker aangekleed. Kijk, ik heb leuk weer allemaal kaarsjes en uiltjes. Zie je, dus dat is dan wel weer leuk aan opruimen en dat soort dingetjes. Dat je weer even gewoon... ja, dingetjes anders kan neerzetten. Dus dat vind ik altijd wel heel leuk om te doen hoor. Ik ben ook dingen op een gegeven moment gewoon zat en dan moet het allemaal weg. Dan wil ik weer wat nieuws. En ja, daar heb ik wel vaak last van. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Maar het liefst, als ik geld zou hebben, zou ik heel de inrichting zou ik wegdoen. En dan zou ik gewoon echt weer wat anders gaan doen. Maar ja, dat kan nou ook weer niet, want zo rijk ben ik niet. Deze trouwens, ik sta wel heel erg in het donker. Die Invisibobble is echt perfect. Ik gebruik hem nu echt super vaak voor mezelf. En ja, ik vind hem echt ideaal. Het zit echt zo lekker, want er trekt niks in je haar. En nou, ik had hem net heel de tijd in en je ziet het gewoon echt niet. Er zitten gewoon geen knikken in. Dus het is echt, ik vind het echt een top uitvinding. Wat ook wel grappig is, dat had ik van de week gehad. Dat zijn cocktail shakers. Bekijk de kleur, hoe leuk. Het is van een Cosmopolitan. Cosmopolitan. Ik heb het eigenlijk nog nooit gedronken, maar ik vond de kleur alleen al helemaal geweldig. Maar ik moet zeggen, ik ga wel eens naar events toe en dan krijg je deze. En nu heb ik er dus echt 3 al. Eentje heb ik al voor mezelf. En die andere 2 ga ik dan weggeven. Maar ik ben wel benieuwd, want ik heb het nog nooit gedronken. Hebben jullie dat wel eens op? Ik weet niet of het lekker is. Control, cranberry, lemon en ijs. Nou, volgens mij, het klinkt goed. Ik denk echt een zomerdrankje. Maar goed, al vind ik het niet lekker, ik ga er sowieso wat in mengen. Want het is roze, dus ik ga hem hoe dan ook gebruiken. Het maakt me niet uit wat ik ermee doe. Al gaat de cola in, maar hij gaat gebruikt worden. Dat weet ik zeker. Hey Dennis, bedankt voor je nominatie. We drinken vast nog wel een biertje samen. Maar bij deze nomineer ik Cynthia Hopman, Robert van der Loo en... Linda Harmsen. Oh, zo gemeen. Nou, dan kunnen we het meteen even. Hey, toppie. Dank je wel. Het is nu inmiddels woensdag. Nee, het is niet woensdag. Het is donderdag vandaag. En ik weet niet of jullie het gezien hebben op Facebook, maar er zijn wat grapjes gaande dat je genomineerd kan worden. En dan moet je een nat pak halen. Dus een bak water over je heen gooien, in het water springen, wat dan ook. En Misha was zo lief om mij ook te nomineren. Ik heb hem gisteren nat mogen maken, dus dat was wel heel erg leuk. Maar nu moet ik ook zelf. En ik zat heel erg te denken wat ik kon doen. Want ik kon ook in de tuin staan, ook een emmer water over me heen. Maar ik heb besloten dat ik gewoon maar met mijn kleren gewoon onder de douche ga staan. Dan ga ik filmen natuurlijk. Dat moet op Facebook. En dan nomineer ik weer 2 vriendinnen. 3. En ja, op zich moet ik zeggen, ik baal wel, want het moet binnen 48 uur. Het zou morgen kunnen, maar ik heb morgen weinig tijd. Alleen het is heel irritant, want mijn haar zit echt gewoon helemaal opgestoken. Kijk, ik weet niet of ik het kan laten zien. Zie je, dus op zich had ik daarmee kunnen slapen, had ik er morgen ook nog mee kunnen doen. Maar dat is nu wel irritant, want het gaat dus allemaal nat. Want ik dacht dat het misschien wel natuurlijk het leukste is als het water gewoon echt over mijn hoofd gaat en over mijn make-up en zo. Omdat dat juist hetgeen is wat ik normaal altijd droog hou. Maar ik ga nu eerst even wat kleding uitkiezen wat ik even aandoe. Want ik heb nu nog mijn werkkleding aan en dat wil ik niet doen. Dus ik ga even wat anders pakken. Nou, hier ben ik dan ook. Ik bedank Misha natuurlijk ontzettend voor de nominatie. Zo lief. Dankjewel. Ik hou ook van jou natuurlijk. Bij deze wil ik nomineren... Alexandra Svesnikova, Mandy Vinkelberg en Iris Groeneboom. Om binnen 48 uur ook een afpak te halen. En anders, nou ik doe het niet van krap bier, want dat lust ik niet. Een fles vodka of iets bij de McDonald's, onbeperkt McDonald's, dat mag natuurlijk ook. Top. Ik heb net
studio opgenomen voor nat vak. Zoals je ziet is het aardig nat. Ik ga nu meteen douchen, mijn haar uitspoelen. Van mijn opstijkkapsel is weinig meer open. Wel grappig om te doen. Het voelt echt heel raar om met je kleren onder de douche te gaan staan. Maar dit is een stuk warmer dan een koude emmer. Ik ga douchen. Dan doen we hem wel maar even uit, dat lijkt me handig. Nice. Kijk, dit is Ahoy. Kijk, en als je dan vanavond naar het voetbal gaat, dan is het natuurlijk wel leuk om in stijl te arriveren, hè? Het is jammer dat hij niet vliegt, want deze had perfect gepast bij het thema vanavond. En Misha, heb je er al zin in vanavond? Ik wel. Hoeveel wordt het? Geen flauw idee. Nee, we moeten het even vastleggen. Kijken of je gelijk hebt. Doe een gok. 2-1 voor Nederland. Oké. Okay. Ja, het zou wel het mooiste zijn. We gaan zien. We zijn weer bijna thuis. Dit is onze straat. Gezellig meneer, dit feest gaat denk ik nog wel even door.